Hoi, had je graag een keer hoogbehaafdheid in één beeld willen zien? Dit is een supermooi model die we veel gebruiken bij volwassenen, maar die evengoed van toepassing zijn voor tieners. Dus ik zou zeggen, ik ga dit model even kort toelichten en hopelijk begrijp je zo meer van wat er eigenlijk allemaal speelt op een doordeweekse dag als je een goede dag gaat hebben of een slechte dag. Dus wat is het Delphi-model? Dat is eigenlijk een model die gemaakt is door professoren. Ja, de mens die ook van voor in de klas staat. Niet noodzakelijk, maar het zou kunnen. Dus hoogbehaafde professoren die worden in een tekening zetten wat hoogbehaafdheid voor hun was. En wat zeggen ze eigenlijk? He, dit ben jij zelf, de hoogbehaafde. Dit is je omgeving, je maatschappij, je ouders, de klas, je vrienden, al die dingen. En dit is het samenspel tussen de twee. Dus als jij als hoogbehaafde wil heel autonoom zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd moet afchecken als je een slecht gevoel hebt van heb ik het gevoel dat ik het stuur hier in mijn eigen handen heb of word ik hier wat gestuurd. En als je gestuurd wordt, ja, nadenken wat kan je doen om daar toch op zijn minst het gevoel te hebben dat je zelf keuze hebt. Want het is niet omdat de professor of de leerkracht jou zegt dat je iets moet doen, dat hij het stuur in handen heeft. Je kan zelf beslissen hoe ga ik hiermee aan de slag, hoe kan ik dat zo positief mogelijk invullen voor mij. Is het een principiële kwestie? Ja, oké, wat kan ik eraan doen om toch duidelijk te maken dat er daar een gevoeligheid is. Dus dat is dat autonome. Het hoogintelligente, het hoog IQ speelt dan hier. Hè. Dus heel rijk geschakeerd, heel geïnteresseerd in veel verschillende dingen. Maar ook heel gevoelig, dat is het onderste stuk. Dus de prikkels die bij jou binnenkomen, komen intenser binnen. Met veel meer nuance, met veel meer complexiteit. Het is die interactie tussen die drie elementen die eigenlijk bepalen hoe dat jij jou voelt en hoe dat je aan het functioneren bent. Nu, je functioneert niet alleen, je gaat in interactie met de mensen rondom jou en dat is willen en doen staan hier. Dus je wil vooral dingen doen die, waar dat je een verschil maakt, waar dat je voelt van ja, oké, dit is belangrijk wat ik hier aan het doen ben. Ik verleg hier een steen in de rivier, zeg ik veel. Dus dat gaat door naar jouw omgeving en jouw omgeving gaat jou feedback geven, maar deze gaat intenser bij jou binnenkomen. Dus wat super belangrijk is, als je ergens een heel fel gevoel krijgt van feedback die je van iemand krijgt, ik zeg altijd, pak hier de vierkantswortel van, want dit komt dit is veel minder intens bedoeld dan dat jij het ontvangt. En zeker bij tieners kan het nogal een keer bruut overkomen. Pak altijd eerst de vierkantswortel, kijk wat dat de feedback is. En gaat er dan growth mindset mee om, kijk dan in hoeverre is het terecht de feedback die ik krijg, kan ik dingen veranderen, moet ik dingen veranderen of hoef ik geen dingen te veranderen. Dus ga om met die feedback en laat die emoties ook zijn. Hè. Dan komt er daar ook nog een kader rond die eigenlijk zegt hoe dat die interactie, die complexiteit, dat samenspel is. Dus hier staan een paar woorden op, creatief, snel, intens en complex. Dat is eigenlijk gans dat samenspel is veel complexer, veel intenser, veel rijker geschakeerd dan een normaal begaafd dat je ervaren. Dus wees jou daarvan bewust van dat als je iets bezig bent wat je graag doet, dat gans dat samenspel toch wel vrij intens kan overkomen. En dat je daar dus ook een intensere gevoelens gaat hebben dan de mensen rondom jou zouden kunnen hebben. Behalve eventueel als je hoogbehaafde vrienden ook hebt. Wat is nu belangrijk, waar moet je nu mee aan de slag gaan, is elke dag een keer evalueren van ja, in hoeverre heeft dat samenspel heeft zich dat voorgedaan en als zich dat niet voorgedaan heeft, wat kan ik eventueel aanpassen, waar zijn de energievretertjes die ik hier vandaag ontdekt heb, die ik dus op mijn kant kan gaan aanpassen om te zorgen dat de volgende dag dat ik ja, meer geniet, meer geprikkeld word, meer een verschil kan maken. Positiever omgaan met feedback om dat terug te gaan aanpassen. Dus zie, een heel super model. Maar altijd vragen in de chat stellen of mijn privéberichtje moest je er hebben. Maar dit is één van mijn favoriete modellen omdat dit toont dat het ook iets heel moois kan zijn. Doei.